Op 25 augustus vorig jaar ziet seksverslaafde Paul D. kans om toe te slaan. Het is die dag een verwendag waarop de bewoners van de woongroep hier in Zuidoost extra aandacht krijgen. In de hal grijpt D. een 39-jarige zwaar gehandicapte vrouw onder haar shirt bij de borsten. Vervolgens betast hij ook een vrouw in de kantine die is vastgebonden in haar rolstoel. Ik vind het verschrikkelijk. Dat is een schok die door de hele organisatie heen gaat. Van de medewerkers van het team, van de gedragsdeskundigen, de andere vrijwilligers, de cliëntenraad, maar ook bij de raad van bestuur. Dit soort dingen vinden wij echt heel verschrikkelijk en dat zou niet mogen gebeuren. De moeder van een van de slachtoffers is er kapot van. Tegenover het parool vraagt zij zich af waarom er geen toezicht was. Waar was de 1-op-1 begeleiding die Francis had moeten krijgen? En dat is niet het enige dat is misgegaan. Zo wordt D, als hij in de zomer van 2012 bij Cordaan als vrijwilliger aan de slag gaat, niet gevraagd om een verklaring omtrent het gedrag. Het was een bijeenkomst op de locatie waar veel familie was, waar veel extra personeel was ingezet en waar andere vrijwilligers ook waren. Ze zijn er ertussenuit weten te glippen. Gelukkig zijn ze heel snel gestoord door een van de medewerkers, waardoor het ook is afgebroken. Later krijgt Paul D. spijt van zijn daad en stuurt een e-mail naar de vrijwilligerscoördinator van de instelling. Aan de zedenpolitie zal hij bekennen dat hij van jongs af aan seksverslaafd is. Cordaan heeft naar aanleiding van het incident de regels voor screening van vrijwilligers aangescherpt. Als iemand geen verklaring omtrent gedrag heeft, kan hij geen vrijwilliger bij Cordaan worden. Ook niet proefdraaien zoals in deze situatie. Aanstaande dinsdag moet Paul D. zich verantwoorden voor de rechter.